Voor blinden en slechtzienden is het door de vele obstakels vaak lastig om zich zelfstandig door de centra in de gemeente te verplaatsen. Om hiervoor aandacht te vragen, liep de contactgroep voor blinden en slechtzienden door het centrum van Panningen. Het initiatief van vandaag is ontstaan vanuit de wereld van de visuele beperkte en de fysieke beperkte. Om obstakels in beeld te brengen en in kaart te brengen binnen de diverse dorpskernen waar ik mee aangevangen ben vorig jaar in de kern van Meijel. Waar ik ook vanwege mijn interesses en ook beperkingen, zowel visueel als fysiek, tegen bepaalde obstakels oploop. Fietsen die geparkeerd staan op het trottoir, die zetten zijn haaks neer. Een auto die dicht bij een winkel gaat staan omdat die haast heeft. Een vrachtwagen, reclameborden en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Waar mensen met een visuele beperking tegenaan lopen, letsel kunnen oplopen. Opstaande tegels, stoepranden, noem maar op. En mensen met een fysieke beperking, die hebben daar ook heel veel hinder van. En daarvoor willen wij graag vanmiddag met de wethouder hem laten ervaren hoe het is om blind te zijn, een andere oogziekte te hebben. En dan hem laten voelen, hoe is dat dan als je zo door het centrum moet lopen en je moet overal hulp voor vragen of je loopt hier of daar toe tegenaan. Dat is heel vervelend. De auto's moeten wachten. Hoe weet je nou dat je op de straat bent? Dat weet je niet. En daarom niet op. Met brillen die visuele beperking nabootsen en taststokken, liep de wethouder met de groep door het centrum. Zo zie je. Zo. Ja, opzij. Opzij. Ja. Dat heb ik dus ook. Dat klopt, ja. Maar dan zie je. Daar staat iemand. Kijk, en dan zou je als slechtziende, zeg ik dan wel eens, zou we even alsjeblieft opzij willen gaan. Mensen hebben soms niet eens in de gaten dat je dus zo slecht ziet dat je niet verder kunt. Ja. Ik trap je op de tenen, dan ga je. En in onze gesprekken, in onze contacten lopen wij er behoorlijk tegenaan dat in de centrums, waar dus blinde en slechtziende mensen zich ook zelfstandig moeten kunnen begeven, dat ze heel vaak gedesoriënteerd raken door obstakels die bijvoorbeeld reclameborden, fietsen, allerlei zaken wat ze niet kunnen zien, dat ze daar tegenaan lopen. En dat is heel vervelend. Naar aanleiding van het onderzoek van vanmiddag om alles in kaart te brengen, gaan we dat inmiddels een petitie aanbieden aan de wethouder, waar hopelijk hij iets mee gaat doen. En wat wij graag willen vragen aan de wethouder, enkele jaren geleden is hier het centrum van Panningen verfraaid. Toen hebben wij aan de toenmalige wethouder gevraagd voor geleidelijnen, want dan kun je voelen waar je loopt. Je kunt met je stok voelen waar je bent en die leiden dan naar bushalte. Die gaan in Venlo, hebben ze dat ook, die gaan door het centrum. Dat is toen niet serieus genomen door de wethouder Fleuren. Wij hopen dat deze wethouder dat wel serieus neemt en mogelijk als er geld voor is, probeer daar in ieder geval iets aan te doen. Dan worden wij wat mobieler en wat zelfstandiger. Kunnen wij onze eigen dingen gaan doen in het winkelcentrum zonder hulp. Binnenkort zal de petitie worden aangeboden aan de wethouder.